samen met Harley Verkoost. Na de wedstrijd daarna geleden. Ik denk dat het voor het publiek een hele mooie wedstrijd was. Voor jullie iets minder. Vertel het zelf maar. Ik denk dat we de eerste periode wel een stuk beter waren. De tweede periode konden we een beetje slecht, zeg maar. En ja, de derde periode komt het beide kanten op, maar dan maken we een paar kleine foutjes. En ja, die foutjes werden duur uitbetaald, zeg maar. Ja, en de laatste paar minuten was helemaal chaos, vond ik zelf dan. Ja, je probeert wat, hè. En dan krijg je nog die goal. En ja, dan probeer je gewoon alles op alles te zetten om dat laatste goaltje nog te maken. Ja, dat is jammer dat dat niet lukt. Ik denk dat we het eigenlijk misschien wel iets eerder hadden moeten en kunnen afmaken. Maar ja, als je dat niet doet en dan scoren dan twee goals, dan wordt het in één keer lastig. Ja, Den Haag blijft natuurlijk een lastige ploeg om tegen te spelen. Ja. Ik vind dat jullie ook qua met vorig jaar vergeleken een stuk beter zijn geworden. Ja. Dus voor het publiek was het gewoon een hele mooie wedstrijd. Ja, dat geloof ik ook wel dat het een mooie wedstrijd was. Voor ons natuurlijk jammer om hier verliezend weg te lopen. Maar op zich, aan de andere kant denk ik wel dat hij allebei de kant op had kunnen gaan. En, ja, ik denk de tweede periode, de eerste 10 minuten ongeveer. Ja, daar hadden we gewoon veel scherper moeten zijn. Dan laat je hun eigenlijk in de wedstrijd komen. Ja, en daarna ging het gewoon heen en weer. Dat denk ik. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor het gesprek. Dat je snel bij mij kon komen. Graag gedaan. En succes. Ja. Morgen tegen de Duitsers, hoorde ik. Klopt. Ja. Dus we zien je gauw weer. Ja. Hey, dankjewel. Graag gedaan.